Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb nog niet eerder kunnen vloggen. Ik ben de hele tijd met een kindje bezig geweest. En ja, dat dus. Maar alles slaapt nu. En ik ben nu op dit moment aan het opruimen enzovoort. Vloggend uploaden. Ik ben gewoon de hele tijd druk bezig geweest. Ik kan er ook niks anders van maken als dat. Dus, maar ik ga weer eventjes verder hier en ja, ik hoop dat de kindjes heel even slapen en dat ik in ieder geval een heel eind klaar ben. Nou, ik ben bezig met opruimen, poetsen en dat soort dingen allemaal. En Liam die is inmiddels wakker, Jordi slaapt nog. Liam ligt lekker te spelen en een beetje te zeuren. Maar wat ik dus tegenkom net, ondertussen dat ik hier bezig ben, is dit. Look at madame. Ja, je zit in de bench omdat je mij aan het vervelen was, hè? Ja, je kon niet luisteren naar het vrouwtje. Ja, je was aan het vervelen, jij, hè? En toen zag ik in één keer dit. Wat de? Oh. Je bent lief, joh. Maar je doet je naam wel echt eer aan. Ja, ik ben lief. Maar nou is het klaar. Joef. Ze doet haar naam wel echt eer aan, moet ik zeggen. Je bent gek, jij. Kom, vrouwtje moet naar Liam. Dus jij gaat van de bank af. Ik ga eventjes gauw mijn zoon troosten. Wij hebben goed nieuws. De chirurg heeft gebeld van Liam en Jordi met het goede nieuws dan dat Liam geen hiersprong heeft. Yes! Ja, aan de andere kant is er wel weer een nadeel. Ja, wat is het dan? En hoe gaan we verder? Ja, dat is wel besproken nu. En eerst even over het biopt. Bij Jordi is eigenlijk vanaf dag 1 met de biopt is eigenlijk altijd twijfel geweest. Ze doen op twee manieren kijken, heb ik het. Wat ik uit uitslagen heb gezien. Eentje is met vloeistof. Als dat verkleurt, dan is er een mogelijkheid tot hiersprong. En ze doen het onder de microscoop leggen. Hm. Nou is er bij Jordi eigenlijk onder de microscoop elke keer wel van ja, nee, we weten het niet. En dan was bij het vloeistof was wel gewoon dat er, ja, dat er iets mis was. En Jordi had alle symptomen dat hij het wel had. Dus ze waren eigenlijk van overtuigd dat hij het had, maar ze konden het niet bewijzen. Ja. Bij Liam is het zo dat uit zowel het microscopische gedeelte als uit de test met het vloeistof, dat er gewoon eigenlijk een volwaardige nee uitkomt. Dat wil zeggen dat hij het voor 99,99999999999% niet heeft. In de toekomst kan het zijn dat als hij nog steeds heel veel ontlastingsproblemen blijft houden, dat we nog een keer moeten testen. Maar voor nu heeft hij het niet. Mm-hmm. Dus hij moet er eigenlijk nou overheen groeien? Ja. Of hij heeft hulp nodig en dan moeten we de stappen bespreken? Wat het eigenlijk is, is ze verwachten dat omdat bij kindjes, bij babytjes, dat de zenuwstelsel rondom de anus niet goed volgroeid is of nog niet voldoende ontwikkeld. Ja, en de verwachting is dat het in de komende paar maanden wel goed gaat ontwikkelen. Dus het is even afwachten hoe en wat. Is het nou zo dat het niet goed ontwikkelt of dat het niet zeg maar ja, stopt of hoe moet ik dat zeggen? Dat de ontwikkeling stilstaat. Ja. Dan moeten wij naar de huisarts gaan. En via de huisarts moeten we een
verwijzing naar de kinderarts vragen. En dan moeten we eerst met de kinderarts rond de tafel. Mocht het nou zo zijn dat ik gewoon echt daadwerkelijk twijfel, dan moet ik dat gewoon even tegen de chirurg zeggen en dan gaan we verder kijken. Maar de logische stap is dat we dan eerst via de kinderarts gaan kijken. En een uiterste stap slash mogelijkheid is botox. Maar daar willen we eigenlijk nog niet aan denken. We willen eerst maar eens eventjes alles... Ja, vooral ook omdat Liam niet verstopt. Nee, Liam verstopt niet. We krijgen het er wel gewoon uit. Alleen, of hij pers verkeerd of hij is niet ontspannen genoeg. En dat kan er allemaal dus met de ontwikkeling van het zenuwstelsel rondom dat gebied, kan dat gewoon weg te maken hebben. Dus, maar we hebben dus goed nieuws gehad. Dus wij zijn blij, papa en mama. En we hebben net ook nog bezoek gehad. Ja, een vriend van Niels, of oud-collega. Ruim 11 jaar geleden is daar een collega geweest. Dus ja, dan is het niet meer een oud-collega, nee. Maar gewoon een maat. Ja, die is op bezoek geweest, heeft hier gezellig meegegeten. En heeft met Liam geknuffeld en gespeeld. En dat was eigenlijk tevens een soort van kraamvisite die we nog moesten doen. En ja, nu is het alweer avond. En met de hond gespeeld. Oh ja, met de hond gespeeld. En met Jordi. Ja, het is een hele grote dierenvriend en een kindervriend. Alleen is hij altijd wel blij als hij de kindjes weer terug kan geven. En ook de hond. Maar ja, het was gezellig vandaag, toch? En nou is het voor ons dadelijk weer tijd om naar bed toe te gaan. En morgen is Niels thuis. Dan ben ik een dag vrij. Want? Ik ga naar de Downpoly met Jordi. Ja. Dan moeten we eerst door de corona-tent. Ja, zo. Een groen briefje halen. Bij ons weten staat de tent nog bij JBZ hier in Den Bosch. Dus ja, dat gaan we morgen zien. Ja, dan moet hij om 9:15 zijn. Dus ja, het is één ouderbeleid, hè. Dus ja, daar gaat hij alleen heen. Met Jordi. Ja, als twee ouders was, dan mocht Liam niet mee. Dus zaten we weer met Liam. Dus, ja. Dus, maar... De Downpoly is geen aparte afdeling of zo in het ziekenhuis. Er zijn artsen die geselecteerd zijn. Die wel altijd veel met Down te maken hebben. Maar die zitten gewoon in een eigen kantoortje en die, ja, je circuleert een beetje door het ziekenhuis heen. Je hebt dan allemaal controles, dan weet je eigenlijk een soort health check. Om het, het is een gezondheidsonderzoek, gezondheidstest en waar dat hij geestelijk en lichamelijk is. Ja, waar zijn ontwikkeling staat en wat hij misschien nog nodig heeft om beter te kunnen ontwikkelen. Ja. En ja, in ons geval, wij hebben, Jordi heeft natuurlijk een bril. En de optometrist hoort eigenlijk ook bij de Downpoly, maar die doen we altijd eigenlijk een beetje apart. Omdat we daartussendoor ook nog... Ja, de Downpoly is 1 keer per jaar. Ja. En dat is voor Jordi zijn ogen echt veel te weinig. Ja, dus die hebben we vaker. Dus die valt tegenwoordig ook niet meer onder de Downpoly. Die valt gewoon onder de gewone controles. Voor ons dan. En het wordt ook gebruikt als controle van zijn fysiotherapie en zijn logopedie. Ja. Die wordt dan door iemand anders beoordeeld. Ja, alleen helaas heeft hij de afgelopen tijd niet echt veel logo of fysio gehad. Dus ze kunnen niet echt een oordeel geven. Alleen moet ik wel zeggen, de fysio heeft wel aardig in de gaten hoe en wat. Dus die had ook al een brief klaar. Die moeten we morgenochtend nog even ophalen. Dus ja. Nou, in ieder geval, dan gaan we morgen zien. Jij gaat filmen. Hoe en wat. En ik blijf thuis met Liam. Ja. Dus, bij deze. Wij gaan lekker slapen. En we zien jullie in de volgende swipe. Zeg maar goedemorgen allemaal. Zeg maar goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nee, geen sugar. Wil jij nog goedemorgen zeggen, Joep? We hadden broodjes afgebakken. En Joep is er nou eentje aan het
oppeuzelen. In ieder geval ontdekken hoe dat dan moet. Maar goed, Liam die heeft honger, die krijgt zo de fles. Maar ik kan niet na 2,5 uur al de fles geven. Dus die ga ik zo dadelijk eventjes geven. En hij wil ook aandacht. Jordi en Niels zijn nou naar de Downpoly. En ik word dadelijk gebeld als Niels daar is. En dan doe ik even meepraten met de kinderarts en zo. En ik ben best wel druk geweest vanochtend. Want het was namelijk zo. Niels die heeft kinderen de fles gegeven. Dus heel lief en zo. Maar andere dingen die moet ik echt doen. Dus kleren pakken. Tas klaarmaken, alles in de tas doen, zorgen dat hij niks vergeet. Pasjes, dus, ziekenhuispasje, en ID-kaart van Jordi. Van alles moet ik aan denken om mee te nemen. Echt, als hij dat zou moeten doen, hij zou de helft vergeten. Dus, maar ja, in ieder geval, ik ben daar de hele tijd druk bezig mee geweest. En ondertussen flesjes voor de kinderen gemaakt en alles, maar ja. Ik ga heel eventjes met Liam hier bezig en dan word ik dadelijk gebeld voor de Downpoly. Als baby's dit nou leuk vinden, hè? Als ik nou gewoon normaal tegen de kind zou praten, zou die waarschijnlijk net zo hard lachen. Zullen we het eens proberen? Hoe is het met jou? Ja. Ja. Hoe is het met jou? Gaat alles goed met jou? Hè? Een lekker stuk. En jij bent een lekker ding. En jij bent een lekker stuk. Oh, echt waar? Nee. Ben je echt zo'n knappe vent? Ja. Ik vind dat ook heel. Ik vind dat ook echt hoor. Jazeker wel. Jazeker. Ik dacht altijd bij mijn eigen. Als mensen zo tegen baby's deden. Ik zelf ook hoor. Jij bent gek. Jij spoort niet. Maar ze reageren gewoon precies hetzelfde. Of dat je nou gewoon praat of koekoek doet. Dus. Wie is er weer thuis? Papa en Jordi. En wie is er ook weer wakker? Jordi. Hij heeft zijn flesje oranje al op. Nu is hij aan het stunten. Pakketje eraf trekken. Ja, ze hebben even bloed geprikt bij hem. Als jullie zo geschreeuw horen, sorry. Mama eraf halen. Zal mama hem eraf halen? Nou, wacht hij nog. Straf. Sorry schatje, maar hij moest eraf. Kijk, mama kus. Oh, dat is lief van jou. Mama kusje krijgt.
De pleister is er dus af. Mijn mama heeft de grootste lol. Hoe sneller je het doet, hoe sneller die er vanaf is. Maar vertel even hoe het in de duimpolie was. Het was allemaal vlot gegaan bij de duimpolie. Ze waren erg tevreden over Jordi. En ja, we gaan nu aan de slag om te kijken of het mogelijk is dat hij een dag naar de kinderopvang kan. Zodat hij ook met andere kindjes om kan gaan. Normaal maakt mama nooit zoveel fouten, maar nu... Ik heb de broodjes laten branden. Allemaal blauwe rook hier nou. Ik denk, ik ruik de broodjes. En ik loop naar de oven toe. En er komt gewoon een blauwe stoomwolk uit de ventilator van de oven. En volgens mij is het iets niet goed, maar dat kan gebeuren. Dat doen we normaal nooit. Normaal ben ik daar nooit zo slecht in zulke dingen. Mandy is wel altijd van het knapperig bakken. Ja, dat wel. En ik ben meestal van het rauwe nog. Ja, dat smaakt niet. Groentes moeten knappen of rauw, kunnen half rauw zijn. Ah, die broodjes waren gaar. Overgaar. Hier heeft iemand een hele middag geslapen. Ja. Dat je lekker geslapen bent, hè? Je was ook zo moe. En nou is hij lekker zijn fles aan het drinken. Niels is met Liam naar de logopedie. En als het goed is, zijn ze daar nu mee bezig. En ja. Jullie was best vrolijk vandaag, moet ik zeggen. Ondanks dat hij heel veel gezichten vandaag en indrukken gezien heeft. Dus we gaan het even afwachten hoe dat hij straks thuis komt. Of dat het hem allemaal lukt. En nou ben ik hem de fles aan het geven. Ja. Mijn knappe scheet, hè? Yes, mama's knappe scheet, hè? Maar goed, ik ga heel eventjes mij concentreren op hem. En dan ga ik daar aan het eten beginnen. Jordi en Liam liggen inmiddels op bed. En ik ben eventjes bezig in de keuken opruimen. Ik heb ook nog eventjes geslapen tussendoor, want ik was moe. Maar ja, ik was er dus mee bezig en ik heb dus die speen van de Clinic Lounge gekocht. In de vorige vlog heb ik het daarover. En ik was aan het kijken en het is ook nog echt ook glow in the dark. Wacht. Dus die raak je nooit meer kwijt. Echt geweldig. Gewoon echt glow in the dark. Hihi. Ik denk, ja, dat zal wel. Maar het is echt zo. Jordi die is verschillende keren al wakker geweest nu. Niels ligt met hem nu op bed. Het is toch een beetje het prikkel gebeuren waar Jordi last van heeft. Daar heeft Jordi gewoon last van. En ja, dan kun je maar het beste hem gewoon bij je pakken en lekker knuffelen. Dat heeft hij dan ook nodig. Dus dat is Niels ook gewoon gaan doen met hem. En ik ga deze ups en downs ook afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.